Ik zal niet ontkennen dat in 99 gevallen op 100 hoogstwaarschijnlijk het zo is dat de voetganger 100% in zijn recht zal zijn. Wij zijn wat die omstandigheden betreft het zelf eens gaan uitproberen en we hebben gemerkt dat het niet gemakkelijk is voor voetgangers om de weg over te steken op het zebrapad. We hebben de minister bij ons ook, niet voor niks natuurlijk. En hij weet wat een voetganger mag en niet mag. Dus Kort gezegd. Op zebrapad heb je voorrang, maar je moet voorzichtig kijken en een beetje de snelheid kunnen inschatten. Maar in dit geval is er weinig twijfel. Het zijn mooie beelden om te tonen hoe moeilijk het soms is als voetganger.